Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Casino Big Apple. AZ was 28 wedstrijden op rij ongeslagen. En het zou de kampioenswedstrijd worden tegen Vitesse. Maar trainer Theo Bos die had al gezegd, we gaan daar een stokje voor steken, Theo. En dat is gebeurd. Jullie winnen uitstekend bij AZ met 2-1. Ja, hartstikke trots op de ploeg. We hebben een bepaalde speelwijze neergezet waarvan wij dachten dat we zouden kunnen winnen van AZ. Of in ieder geval ze het heel moeilijk maken. We wilden niet meewerken aan een show van AZ. Dat mag duidelijk zijn. Hè. Ik bedoel, moet je toch irriteren als sporter dat de hele week al gesproken wordt of AZ al kampioen is. Nou, daar heb ik met name op gehamerd. Maar op het psychologische deel van zo'n wedstrijd. AZ wel vol vertrouwen is, maar dat we ze in een situatie zouden kunnen krijgen waarin zij zouden gaan denken, het zal toch niet waar zijn. En daar hebben we ze de tweede helft in gekregen, in die situatie. Waardoor zij minder gingen spelen. Ja, met als gevolg dat we uiteindelijk nog lucky winnen, die wedstrijd. Lucky winnen, dat misschien wel. Maar vanaf het begin was er die absolute wil er een wedstrijd van te maken om het AZ zo moeilijk mogelijk te maken. Nee, maar dat is zo. Ik bedoel, we hebben gezegd van zorg dat je in de discipline speelt. Wisten we in een bepaalde fases van het veld waar we geen balverlies moesten leiden. Dat AZ dan razendsnel in de omschakeling is. Er gebeurde wel één of twee keer waardoor ze ook gevaarlijk werden. Waar ze ook uiteindelijk door scoren. Bal op de lat hebben we gehad. Maar voor de rest hebben we niet zo heel veel weggegeven. En ja, goed, we hebben wel twee lucky goals gemaakt. Maar we hebben ook wel twee goede kansen gecreëerd daarvoor die er niet in gaan. Met name de tweede helft. Een bal voorlangs die misschien iemand binnen moet glijden. En de situatie Lasse Nielsen alleen op de keeper. Die goed passeert en ja, dan net niet goed uitkomt om die bal binnen te schieten. Dus ja, dit is dan uiteindelijk wel weer zo'n psychologische wedstrijd voor de tegenstander met name. Ja, die in een situatie zijn gekomen van het zal toch niet. En daardoor zijn zij minder gaan spelen, dat is duidelijk. Laten we ook eerlijk zijn, Vitesse was nogal gehandicapt. Om te beginnen miste je 4, misschien zelfs wel 5 basisspelers. En daar kwam in de laatste minuut voor rust ook nog eens een keer Ricky van Wolfswinkel bij. Ja, maar goed, het is een feit. Alleen de jongens die er dan in staan, die doen het ook gewoon prima. En ja, dat is goed voor de breedte van de groep. Het is goed om te zien dat Butner zo invalt. Ik moet zeggen dat ik die al weken goed bezig vind. Dus ja, dat is een verdienste van hem. En dat betekent dat de rest weer scherp moet blijven in de komende 3 wedstrijden. Om ja, uiteindelijk weer hun plek te verdienen. Als je Eloy Room ziet, die gewoon moeiteloos Veldhuizen vervangt. Ja, is gewoon leuk om te zien. Fantastisch. Maar dan die 19e minuut. Een paas dwars door het centrum en El Hamdoui scoort voor AZ. Dan denk je, ja, dit is eigenlijk wel logisch wat er in deze wedstrijd gebeurt. Ja, nou, ik vond het niet zo logisch. We leiden op een plek balverlies waar we geen bal meer moeten leiden. Vervolgens gaat Sievert nog stappen op buitenspel, wat helemaal niet kon. Dus ja, was zonde. Alleen ja, goed, we komen gelukkig terug op 1-1. En nogmaals, in de tweede helft hebben wij ze psychologisch gekregen waar we ze hebben wilden, denk ik. En dat is een twijfel. En ja, goed, en dat we uiteindelijk die wedstrijd dan winnen, ja, dat is fantastisch voor ons en lullig voor hun. Je zegt, lucky kom je op 1-1, dat is misschien wel zo. Maar het had ook te maken met de absolute wil in de wedstrijd te blijven. Ja, maar goed, we hebben gezegd van blijf in ieder geval ook wat er ook gebeurt in de discipline spelen. Hè? Want anders kun je ook maar gewoon afgeslacht worden hier. Als je dat niet doet. En dat hebben we fantastisch gedaan. En dus het is gewoon een fantastische teamprestatie. En ja, dat we uiteindelijk winnen is wel lucky natuurlijk. Maar wel de psychologie van deze wedstrijd denk ik optimaal benut. En dan Van Wolfswinkel die al in gesprek is geweest met AZ over een eventuele overgang. Die gelijkmaker scoort. Voor hem natuurlijk ook een heel bijzonder moment. Maar voor jou ook hier. Ja, maar voor mij is het fantastisch. We hebben ons vandaag denk ik definitief veilig gespeeld. Dat is één ding wat heel belangrijk is natuurlijk. Want daar is het allemaal om gegaan. En we hebben ons op de kaart gezet door een kampioenschap te verhinderen. Waar we in eerdere jaren steeds mee hebben gewerkt daaraan. Dus dat is fantastisch voor ons allemaal. En dan die tweede helft. Waar uiteindelijk 6 minuten voor tijd Alex Butner de 2-1 scoort. Ook weer lucky, zeg jij. Maar ook weer het gevolg van het spel van Vitesse in de tweede helft. Met veel meer lef, veel meer brutaliteit. De wil om te winnen. Ja, maar dat hadden we ook gezegd, van toon in ieder geval in balbezit lef en brutaliteit. Want dan zul je ze toch in twijfel moeten brengen. Als je dat niet doet, dan,
dan gebeurt dat in wedstrijden dat zij het gevoel krijgen van ja, Vitesse komt er toch niet uit. En dan zullen ze nog meer druk gaan zetten. Dus waar je dan de mogelijkheden krijgt om eruit te voetballen, moet je dat ook durven en doen. En dat hebben we goed gedaan. Hoe dan ook, een fantastische stunt. En denk jij dan toch nog richting dat linker rijtje weer na deze wedstrijd? Ik denk aan de volgende wedstrijd alweer. En dat is Utrecht. En die gaan we proberen te winnen. En dan zullen we wel kijken waar we eindigen straks. We hebben nog 3 wedstrijden te gaan, waarvan 2 thuis. We hebben ons thuispubliek ook nog wat voor te schotelen, vind ik. Dat moeten we ook proberen om wat te laten zien. Ja, en we zijn altijd nog afhankelijk van andere elftallen. En we zullen zelf moeten proberen onze wedstrijden te winnen. En ja, you never know. En nog 1 keer. Die goal van Alexander Bünder. Wat geweldig. Ja, hij had hem daarvoor al 4 keer het stadion bijna uitgeschoten. En de 5e keer gaat hij erin. Dus ja, niet geschoten is altijd mis, zeg maar. En ja, hartstikke leuk voor hem. Hij werkt keihard om zich terug te knokken in het elftal. Vandaar dat hij ook meer speeltijd krijgt nu. Dat hij gewoon blindelings erin zet. En dat is na een dipje, nadat hij eruit is gegaan, zit hij weer in de lift omhoog. En dat is goed om te zien. Nou, ik besef het niet helemaal, maar dat komt dadelijk wel in de bus. Want, beschrijf nog eens even hoe het ging. Want die goal, zoals jij die hier scoorde, die vergeet je in lengte vandaag niet meer. Nee, ik denk dat ik die niet meer vergeet. Nee, ik kreeg de bal van Lasse en ik zie dat ik moet schieten en dat er niemand meer vrij liep. Dus ik schoot hem op goal en hij werd iets aangeraakt en hij vloog het goal in. Maar uitgerekend aangeraakt via jouw ex-Vitesse-medespeler Gilles Schwerts. Hoe het lot het kan bepalen... Onbegrijpelijk. Ja, hij raakte via Jules. Hij had ook zelf gehad dat iemand anders daar gestaan. Dat maakt niet uit. En, het is jammer voor AZ dat ze die 3 punten niet hebben gehad. En dat moeten ze volgende week maar laten zien. Maar jullie, in die tweede helft met name, dus vanaf het moment dat jij erin kwam, hè, die laatste minuut voor rust, er kwam iets onverzettelijks over jullie ploeg, hè? Ja, we speelden als ploeg gewoon sterk. We wonnen de tweede ballen en we hadden meer diepgang en... Ja, ik zag dat er veel ruimte aan de linkerkant was en ik kreeg de ballen goed. En we wonnen de tweede ballen op middenveld en daardoor gingen we sterker voetballen. We kregen kansen en we kregen gewoon vertrouwen. En zoals jij persoonlijk liep te spelen, alsof je, ik weet niet hoe lang al in de basis stond. Je durfde van alles en nog wat. Sommige dingen lukken, sommige dingen lukken dan niet. Maar jij had het vertrouwen. Nou ja, het is niet erg dat dingen mislukken. En als je maar weer gelijk omschakelt en gelijk weer die bal wil veroveren. Je moet dingen durven om als het gaat lukken. En je ziet dat ik er een paar keer langs ben en dat het gevaarlijk wordt. Dat ik de ballen voorgeef en je moet gewoon durven. En ik heb gewoon ook heel veel vertrouwen van de trainer en van de assistent trainer. En ik train elke week keihard en de trainer zegt ook tegen mij dat hij volle vertrouwen in me heeft. En daardoor krijg ik ook zelfvertrouwen en pak ik gewoon mijn kansen die ik krijg. Ja, want op het moment dat Ricky van Wolfswinkel moet uitvallen, had jij toen het gevoel, nu mag ik erin? Ja, tuurlijk. Ik zit altijd op de bank om te hopen dat ik erin mag. Hoe dan ook. Dacht jij dan niet, nu is Santi Kolk weer aan de beurt? Nee, ik weet niet. Santi speelt de laatste tijd een beetje vanaf rechts. En ik hoop gewoon dat ik elke wedstrijd erin kom en dat ik het kan laten zien. Vorige week heb ik de hele tijd warm moeten lopen. En jammer genoeg ben ik er niet ingekomen. Deze week moest ik even warm lopen en kwam ik erin. Dat is een heel fijn gevoel, want je wil natuurlijk elke week spelen. Dit is dus uiteindelijk, door jouw goal uiteindelijk dan ook, de stunt van het seizoen. Dat mag je toch best zeggen. Vitesse verricht de stunt van het seizoen door in Alkmaar na 28 wedstrijden dat AZ ongeslagen is, verslagen te worden door Vitesse. Ja, iedereen hoor je al zeggen dat AZ kampioen was en wij vonden dat in Arnhem niet. En wij hebben de hele week gezegd van we gaan er niet voor niks heen, anders moet je gewoon thuis blijven. Je moet dan gewoon durven te voetballen. En dat hebben wij gedaan. En als resultaat winnen we hier gewoon. En gaan we met 3 punten naar Arnhem. Het juicht van binnen in jou, hè? Van je hoofdhaar tot je kleine teen. Ja, tuurlijk. Het is echt een fijn gevoel. En ik besef het nu nog niet helemaal, maar dat komt dadelijk wel. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Casino Big Apple.